Is dit de 1-0? Ja, het is de 1-0. Het is de Graaf. We hebben er ruim 700 minuten op moeten wachten, maar daar is hij dan eindelijk weer. Jeremy de Graaf. Want de Graaf kennen we ook zo. Ondanks deze missers is de Graaf een onbetwiste basisspeler bij GVVV. Hij heeft namelijk een geweldig wapen. Snelheid. De Graaf werd als doelpuntenmachine weggeplukt bij VVOG. Maar als centrumspits presteerde hij erg wisselvallig. Al was zijn productie voor de winterstop nog best behoorlijk. Tegen Kozakken Boys maakte hij pas zijn eerste doelpunt in 2018. Maar dat heeft ook een reden, want de Graaf heeft een nieuwe rol in het elftal van Nick Oosterlee. Na de terugkeer van de balvaste Robin Mulder in de spits, speelt de Graaf nu vooral aan de linkerflank. En aan zijn balcontacten is te zien dat dit loopwonder nu echt overal op het veld te vinden is. De Graaf vocht in de topper van afgelopen zaterdag bovendien de meeste persoonlijke duels uit en zorgde voor de helft van de doelpogingen. Zijn rendement kan nog wat hoger. Maar laten we niet vergeten dat het pas zijn eerste jaar is op dit niveau. En na Soufiane Lahmoussi is hij intussen wel de meest waardevolle speler van het team. GVVV is met 6 zegens op rij de ploeg in vorm. En toeval of niet, die reeks is begonnen sinds de Graaf op zijn nieuwe positie speelt in het elftal. Wat je ook van hem vindt, bij GVVV zorgen ze gewoon dat Jeremy de Graaf kan doen waar hij goed in is. En voor een spits scoort hij dan misschien te weinig. Voor een linksbuiten is hij bijzonder doelgericht.